De modelvliegers van Cumulus uit Winsen verzamelden zich zondag tijdens het mooie weer om hun vliegtuigen door de lucht te laten vliegen. Het ene vliegtuig was nog sneller dan de ander, maar dat viel niet altijd in de goede aarde bij de organisatie. We zijn bij Radio Modelvliegclub Cumulus. Dat is een modelvliegclub gelegen tussen Winsen en Bergharen. En vandaag is geen normale vliegdag voor ons, maar hebben wij de club IGG, de interessegroep voor grote gliders, zweeftoestellen, hebben wij als gast hier in huis, zeg maar. Omdat wij de vlieghobby, modelvlieghobby, natuurlijk willen promoten. En voor onze eigen leden is het interessant om eens toestellen te zien van een kaliber wat eigenlijk in onze club normaal gesproken niet voorkomt. Deze toestellen zijn duidelijk groter dan dat wij gewend zijn om zelf mee te vliegen. Wij hebben leden uit de hele omgeving, van alle leeftijden. En in principe kan iedereen met affiniteit met de modelvliegsport kan lid worden. Of die nou actief vliegt of niet, maakt niet uit. Dus wij zijn eigenlijk ook altijd wel op zoek naar nieuwe leden. Omdat zoals elke technische hobby staat de nieuwe aanwas een beetje onder druk van onze hobby. Normaal gesproken zijn wij op zaterdag en vooral de zondagmiddag actief als club. Maar bij mooi weer, op zomeravonden, zie je ook vaak genoeg tot een uurtje of 9 hier activiteit op het veld. Op de normale woensdagavond bijvoorbeeld hebben we meestal een clubavond. Dan wordt er of niet gevlogen of wel gevlogen, maar dan zitten we in ieder geval in het clubhuis. Dus in elk geval de woensdagavond en de weekendmiddagen zijn het meest actief hier op het veld.